Helemaal welkom weer bij deze nieuwe video. Het raam staat open, want anders krijg je geen verse lucht. Dus als je achtergrondgeluiden hoort vanuit de tuin, dat is zeg maar waarom je dat hoort. Goed, ik heb vandaag voor jullie aan de titel te zien tips voor een tussen haakjes warm dagje Efteling. Ik heb 10 algemene tips en 10 warme dagtips, zeg maar. Dat is misschien wel leuk om met jullie te bespreken. Deze video is een klein beetje geïnspireerd op een video van Eftelings brunette, oftewel Angie. Alleen, zij heeft hem toen daadwerkelijk in de Efteling opgenomen. Ik niet, want ik ben nu niet in de Efteling, as you can see. Dus ik doe het gewoon lekker van achter mijn bureau. Maar haar video is ook zeker leuk om te kijken. Maar ik moet wel zeggen dat hij volgens mij inmiddels al een jaar oud is. En ik heb nooit bedacht om dit eerder te doen eigenlijk. Dus vandaar dat ik het nu pas doe. Dat is wat we nu gaan doen. En we gaan eerst beginnen met de algemene Efteling tips van mij, zeg maar. Kijk, misschien dat jullie nog andere tips hebben, maar ik vond dit wel een beetje handige tips. En neem het wel met de kleine korreltje zout, want dit zijn gewoon dingen die ik het meest handig vind aan een dagje. De eerste is: maak afspraken met elkaar. Dus dan bedoel ik niet per se waar je afspreekt, wie je haalt, wie je brengt, of dat je met de bus gaat, of wie er rijdt, of dat je nog eventueel benzine geld moet bijbetalen, of als jullie je parkeerticket gaan halveren. Een beetje dat zijn vooral dingen die je ook met elkaar moet afspreken, maar ook wat is ongeveer jullie budget wat je wil uitgeven. Niet dat de ene 50 euro uitgeeft aan een souvenir en dat jij niks kan kopen omdat je dat niet van tevoren hebt kunnen sparen, weet ik veel wat. Dus dat moet je even goed bespreken en bespreek gewoon met elkaar. Oké, waar wil jij sowieso in, waar wil je sowieso niet in? Dan kan je daar een beetje rekening mee houden met elkaar. Want stel, je gaat met iemand die niet van achtbanen houdt, en daar ben ik heel vaak mee geweest, dan moet je wel een beetje compromis sluiten. Voor de rest, dat zijn een beetje denk ik de afspraken die je moet hebben. Kijk, waar je gaat eten en wat je gaat eten, kijk, dat kan je gewoon allemaal de dag zelf nog bespreken, maar spreek het wel af met elkaar. Dan kan je er ook geen gezeik mee krijgen. Dus dat. Neem genoeg te drinken / snacks mee. Daarmee bedoel ik, kijk, drinken vind ik eigenlijk dat je sowieso mee moet nemen naar Efteling, omdat Efteling drinken gewoon super duur is. Kijk, snacks bedoel ik meer koekje, snoepje, dat soort dingen. Misschien een klein broodje of iets. Mocht je namelijk geen budget hebben voor Efteling eten, wat ik snap. Ik snap het. Dan moet je wel zorgen dat je gewoon genoeg te eten hebt. Want anders gaat het een heel lang dagje worden als je niks hebt. En vooral drinken is heel belangrijk. Want Efteling drinken is zo bizar duur. Dat is gewoon echt niet normaal. Dat is gewoon echt. Ik snap het. Maar ik zou het er zelf niet voor geven. Kijk, voor al het Efteling eten zou ik echt mijn hele portemonnee leeg. Dat Efteling roof letterlijk mijn portemonnee leeg als ik er ben. Maar voor eten vooral. Maar drinken koop ik er eigenlijk nooit. Ja, tenzij ik natuurlijk ga avondeten bij Polles Keuken, Pinocchio's. Noem maar op, dan neem ik natuurlijk wel drinken. Maar over het algemeen koop ik er geen flesjes. Een theetje is wel te doen. Koffie zou ik niet aanraden om dus niet te beuken. Maar dat vind ik zelf. Maar goed, flesjes drinken, neem het gewoon mee van thuis. Dat is gewoon veel voordeliger. En snacks, als je weet dat je van jezelf heel snel trek krijgt, neem gewoon een paar dingetjes mee. En als je van tevoren weet dat je veel in het park gaat halen, hoef je niet zoveel mee te nemen. Scheelt je ook weer zeulen. Nummer 3, maak een budgetplan. Kijk, klinkt misschien heel kinderachtig, maar maak vast van tevoren wel een beetje een idee van hoeveel wil je ongeveer uitgeven aan eten, aan souvenirs, aan whatever je wilt. Kijk, weet je, nu dat ik natuurlijk weer van naar de zomervakantie ga, ik ben denk ik nu, sinds dat ik het hotel heb geboekt, aan het sparen voor deze vakantie. Omdat ik gewoon niet wil dat mijn andere salarisgeld eronder te lijden komt. Want dan hou ik gewoon niks meer over voor de rest van de zomervakantie. En daar heb ik wel een budget voor aangemaakt. Kijk, het hotel, daar ben ik gewoon voor aan het sparen geweest. Daar kan je niet van tevoren echt een budget voor aanmaken. Voor het eten heb ik kan niet exacte bedragen zeggen. Maar daar heb ik zeker een budget voor. Ik ga natuurlijk 2,5 dag. Dus dat betekent, ik ga 1 dag uit eten bij het hotelrestaurant. Boodschappen doen, dat soort dingen. Dat ga ik allemaal van dat geld doen.
zodat ik eigenlijk amper nog geld voor mijn salaris hoef uit te geven. En qua souvenirs heb ik ongeveer, als ik het geld wat ik van mijn zusje niet meetel, ongeveer 100 euro wat ik aan souvenirs kan uitgeven. Als ik haar geld wel meetel, heb ik ongeveer 120 euro wat ik kan uitgeven aan souvenirs. Maar goed, dat zie ik nog even allemaal. Ik weet nog niet wat ik er exact voor wil kopen. Ik had eerst een heel plan, maar daar ga ik me denk ik toch niet helemaal aan houden. Aangezien ik het even allemaal niet meer weet wat ik nou precies wil kopen. Ik moet echt even dingen zien. Ik weet wel dat ik sowieso een Efteling shirt wil kopen, want dat staat al heel lang op mijn lijstje. En misschien een schutbol, dat lijkt me ook leuk. Of misschien iets van Blond Amsterdam, in ieder geval zoiets. Ik wilde eigenlijk ook een kookboek kopen weer. Maar die ene die ik nu heb, heb ik nog nooit aangeraakt. Nog niet een jaar in gebladerd, maar voor de rest nooit echt iets uitgemaakt. En knuffel wil ik wel weer kopen van Fabula. Maar ja, aan de andere kant, die staat nu ook gewoon letterlijk op mijn bed en ik doe er niks mee. Ja, kijk, het zou raar zijn als ik nu met 22 jaar nog met mijn knuffel zou spelen. Maar is dan wat ik bedoel. Dus misschien dat mijn hart het overwint, dat ik het toch doe. Maar daar koop ik liever zoiets van als ik een giftcard krijg. Dat heb ik liever niet dat ik dat van mijn budget doe. Want als ik een giftcard krijg, dan koop ik daar liever een knuffel of een kookboek van. Want dan heb ik het mezelf aangegeven niet echt geld gekost. Als je snapt wat ik bedoel. Klinkt misschien een beetje lullig, maar dat is wel hoe ik het bekijk, zeg maar. Nummer 4. Hou het spontaan, maar ook zeker gepland. En daar bedoel ik zeker mee, ga niet van tevoren je hele parkplan uitstippelen. Kijk, het is leuk. Zeker, maar het gaat niet werken. Omdat je kan niet van tevoren uitgaan hoe lang je moet wachten op iets. Je kan niet van tevoren uitgaan wat diegene daar ook in wil. Je kan niet eruit van, misschien is er storing. Dus dat kan je allemaal niet van tevoren bedenken. Kijk, het is zeker leuk als je een beetje bedenkt, oké, daar wil ik allemaal heen en een beetje je route uitstippelen. Dat kan zeker. Maar doe ook gewoon, oh, we gaan nu in de achtbaan. Oh, we gaan nu dit. Oh, we gaan nu dat, weet je. Of we gaan nu eten, weet je. Dat kan ook gewoon. Of we gaan nu naar Ravelijn. Of we gaan nu naar de Sprookjesbos of zoiets. Maar ook zeker gepland houden. En daarmee bedoel ik zeker mee, weet van hoe laat het te laat je gaat. En wat je ongeveer allemaal wil doen in die tijd. Dan bedoel ik echt niet mee dat je echt alles moet uitstippelen. Van daar gaan we nu heen, dan gaan we daarheen, dan gaan we daarheen. Want dat gaat niet werken, zoals ik al zei. Maar weet ook als je wilt naar een show wil. Of naar, weet ik veel, zoiets. Dan moet je daar wel rekening mee houden. En dan moet je daar gewoon wel op plannen. Dus of als je weet dat je daar naar Pollenscheuken gaat, weet dat je daar wel op je tijd moet plannen. Dus dat bedoel ik zeker met ook gepland houden. Draag schoenen en kleding waarvan jij weet dat je er de hele dag mee volhoudt. Dat is een hele goeie. Kijk, ik zie genoeg moeders of kinderen die een hele dag op slippers sandalen lopen. Ik kan me niet voorstellen dat je daar de hele dag mee volhoudt. Ik kan me niet voorstellen, van 10 tot 6 ongeveer bedoel ik. Want kijk, ik ga van 10 tot 10, dus mij moet je eventjes niet, daar moet je mij even buiten houden. Maar als je van 10 tot 6 op slippers moet lopen, ik kan me voorstellen dat het eerste 3 uur leuk is. En daarnaast denk ik echt dat je het niet meer leuk vindt. Maar goed, kijk, je krijgt groen ook blaren, met welke schoenen je ook loopt. Zeker als je een hele dag gaat en een warme dag gaat. Je krijgt sowieso blaren, sowieso. En kleding bedoel ik mee. Kijk, weet je, als je weet in heel veel achtbanen gaat, doe niet een maxi. Kijk, het kan wel, maar maxi-jurken zijn niet handig als je in veel grote achtbanen gaat, zoals Baron. Dat is gewoon niet handig. Maar, kijk, weet je, als jij je er de hele dag in vol kan houden, prima, moet je zelf weten. Maar hou er wel, weet ook gewoon, kijk wel een beetje naar het weer. Dat is ook een dingetje, want ik had vorige keer echt onderschat in maart dat het zo warm zou worden. Toen heb ik de hele dag met een trui gelopen, omdat ik geen, ja, wat moet ik anders? Ik bedoel, ik kan hem wel uitdoen, maar waar moet ik hem laten? Dus ik heb hem toen gewoon aangehouden, maar daar moet je wel een beetje op letten. Nummer 6. Maak je tas niet te zwaar of wissel af als je een tas deelt. Daar hebben we misschien heel vaak ruzie over gehad, want we maken de tas best wel zwaar aangezien we een tas deelden. Kijk, als je je eigen tas hebt, is het gewoon je eigen verantwoordelijkheid hoe zwaar je het tas maakt. Dat is gewoon wel zo. Kijk, weet je, als je weet dat je een lange dag gaat. Kijk, weet je, 3, 4 flesjes drinken heb je sowieso dan wel nodig. Maar verdeel het wel een beetje. Want anders ga je het niet de hele dag volhouden met zo'n zware tas. Dus dat is wel iets wat ik je mee wil geven. Maar als je een tas deelt, zeg gewoon op tijd dat je wil wisselen. Want anders hou je het niet vol. Krijg je echt last van je, ja, ik krijg sowieso last van je rug. Maar dat is wel echt iets waar je goed moet rekening en met elkaar moet afstemmen. Nummer 7 is, doe ook eens een attractie die je nooit doet.
bijvoorbeeld de monorail, de stoomtrein, het stoomcarousel. Of bijvoorbeeld Villa Volta als je daar niet zo vaak in gaat. Of ga een keer naar Sprookjesbos als je er niet zo heel vaak komt. Dat is gewoon wel heel leuk om te doen. Dus. Wissel lange wachtrij of met een kortere wachtrij. Kijk, weet je, wij doen graag alle achtbanen eigenlijk vrij snel allemaal achter elkaar. Omdat dat gewoon ons lievelingsding is van de Efteling. Naast voor mij dan Droomvlucht Symbolica. Maar kijk, weet je, als je weet dat alle achtbanen 30, 40 minuten zijn. Dan ga je op een gegeven moment echt niet meer leuk vinden om te wachten. Kijk, het wachten is sowieso nooit leuk, begrijp me niet verkeerd. Maar als je achtbaan, 30 tot 40 minuten, misschien soms wel 50 of 60 minuten staat te wachten. Dan ben je echt letterlijk alleen maar aan het wachten. Dus weet je, ben je toevallig in de buurt van Schipschommel en die duurt bijvoorbeeld 10 minuten wachten. Dan ga je daarin. En dan kan je daarna bijvoorbeeld weer naar Joris aan de Draak. Kan je daar weer 40, 50 minuten, 60 minuten op wachten. Bijvoorbeeld is de Python 10 minuten, lijkt me niet, op een warme zomerdag. Maar goed, het kan. Dan ga je daarheen. En zo kan je hem zeg maar een beetje afwisselen. Neem Deo mee. Ja, alsjeblieft. En ik weet dat het misschien een beetje azo is om te zeggen. Maar neem het alsjeblieft wel mee. En dat ga ik zo nog een keer zeggen bij een warm dagje. Maar je hoeft niet per se een bloemige mee te nemen. Want kijk, ik snap dat je dat met de hete zomerdagen niet doet. Want dan krijg je gewoon... Kijk, wij hebben nu niet zo heel veel wespen meer. Maar ik kan me voorstellen dat dat misschien een beetje risky is. Dus neem dan dus noods gewoon een neutrale van Dolf. Of weet ik veel wat je hebt. Ik gebruik eigenlijk alleen maar Fa of Dolf. Je hebt ook Nivea, dat soort deo's. Neem dan dat mee. Zodat je wel gewoon de fris hebt. Maar dat je wel ook... Dat neem het wel mee. Kijk, je hoeft van mij echt niet om de 20 minuten je deo te je oksels te onderspuiten. Dat hoeft echt niet. Maar weet gewoon wel dat als je in een binnenattractie staat, dat je elkaar best wel snel ruikt. En op zich, dat snap ik, want je bent de hele dag aan het lopen. Ik snap het echt wel. En het is echt niet om je te shamen, maar dat is wel... Kijk, weet je, mij maakt het niet per se heel veel uit. Maar ik weet dat er mensen zijn die daar echt om zeiken. Die daar gewoon echt heel naar van worden. En juist voor die mensen... Kijk, ik snap het. Maar ik vind ook dat je moet snappen dat een beetje zweetgeur wel menselijk is. En vooral als het warm is. Maar goed, als het niet warm is en het is winterperiode, doe het dan gewoon alsnog. Ja, dat eigenlijk. Nummer 10, ik weet dat het misschien een beetje cliché is, maar wees jezelf. Weet je, het is Efteling. Wees gewoon lekker jezelf. Dat is voor mij de enige plek waar ik echt, heb ik het idee, mezelf kan zijn of zo. Ik weet dat het misschien een beetje jankerig klinkt, maar voor mij is dat oprecht zo. Dus, ja, weet je, wil jij huppelen? Doe lekker huppelen. Wil jij je laten sminken? Laat je sminken. Weet je, doe het gewoon. Lekker boeien wat iemand anders ervan denkt. Lekker doen. Gewoon doen. Dus dat is een beetje de algemene. Dan gaan we nu naar de warme dag tips. Neem genoeg te drinken mee. Nou, dat is hetzelfde verhaal. Als je gewoon weet dat het 25, 30 graden wordt. Neem gewoon genoeg te drinken mee. Anders ga je het niet volhouden. Tenminste, anders moet je het daar kopen. En dat is gewoon echt heel duur. Maar wederom, je moet niet te weinig gaan drinken op een warme dag. Want dan heb je extra kans op een uitdroging. En dat moet je niet willen. Nummer 2. Neem een zonnebril en of petje, hoedje mee. Dat is een tip die Angie ook gaf. Je wil namelijk geen zonnesteek oplopen. Dat wil je niet. Kijk, ik snap dat het niet helemaal fashionable is om een zonnebril en een hoedje of een petje op te hebben tegelijkertijd. Maar geloof mij dat het echt fantastisch is. Vooral als het... Kijk, sommigen zeggen, maar dan krijg je zweethoofd van. Ja, maar je kan toch douchen. Dus dan spoel je het zweet er maar van af. Dat maakt het echt niet uit. Ik heb liever een zweethoofd dan dat ik een zonnesteek krijg. Dat vind ik oprecht. Kijk, weet je... Kijk, hoe groot is de kans dat je zonnesteek oploopt? Hoor je misschien afvragen. Dat snap ik, dat je dat af... Kijk, het is me ook nog nooit gebeurd. Ook toen ik nog geen petjes, hoedjes droeg. Omdat ik eigenwijs was. Kijk, het is mij nog nooit gebeurd. Maar het zal je maar net wel gebeuren. En dan is heel je vakantie of heel je dag je Efteling naar de kloten. Dat wil je gewoon niet. Ga af en toe even de schaduw in. Dat is gewoon wel... Spreekt zich voor zich. Als je heel veel rijen hebt in de zon. Of heel lang in de zon ben geweest omdat je, weet ik veel, lang hebt gelopen op een stuk waar heel veel zon is. Of heel lang hebt zitten bruinbakken in de zon. Want ik weet dat ook heel veel mensen dat doen op het grasveld bij Gondoletta. Kijk, heb je wel meer schaduw dan zon. Maar goed, er zijn mensen die daar
ga lekker gaan zonnebakken. Moet je zelf weten, maar ga dan ook even de schaduw in. Want vooral als je dus eigenwijs bent en geen zonnebril en geen zonnebrand en geen hoedje opdoet. Dan ga je het eind van de dag echt als een garnaal naar huis. Wees niet bang om nat te worden in een waterattractie. Dus denk bijvoorbeeld aan... Kijk, Archipel zul je mij nooit zien vinden. Dat vind ik echt... Echt een cream. Dat zou je mij nooit zien vinden. Maar Piranha, Vliegen Hollander... Weet je, dat is gewoon leuk. Snap je? Wees niet bang om dan een beetje zeiknat te worden. Gewoon. En dan ben je niet zeiknat geworden in de eerste keer Piranha. Dan ga je gewoon nog een keer. Tenzij de wachtrij 40 minuten is, dan snap ik dat je niet nog een keer doet. Maar als het 10 minuten is, ga gewoon nog een keer. Doe het nog een keer. En dan dus, je hebt genoeg watertappuntjes. Dan ga je daar gewoon even lekker onder staan. Niet te lang, want dan krijg je dus weer je idee warm, koud. En dan kan je dus weer iets anders krijgen, waardoor je... Dan krijg je dus niet oververhitting, maar ja... Omdat je dan dus ineens heel koud wordt in je op je hoofd, dan is dat ook weer niet helemaal goed. Ik weet niet precies waarom, maar dat is ook wel, daar moet je wel op letten. Draag kleding waar jij het de hele dag in kan overleven. Dus als het heel warm wordt, zorg dat je wel... Kijk, je hoeft niet helemaal bloot. Dat hoeft echt niet. Maar trek niet de warme kleding aan. Want dat ga je echt niet leuk vinden. En niet kunnen overleven. En je oksels... Nee, daar gaan we niet over hebben. 6. Haal een ijsje of iets anders verkoelends. Dus een slush puppy, een ijsje... Een frozen mocktail, een freak shake wat nu nieuw is. Haal gewoon iets verkoelends. Tracteer jezelf op een ijsje of gewoon, wat ik zeg, een slush puppy mocktail. Gewoon of een lekker koud drankje als je eigenwijs bent om geen dingen mee te nemen. Of toch gewoon graag iets kouders wil, want uiteindelijk wordt het drinken toch wel warm. Je kan het, hoe lang je het ook in de koelkast houdt, uiteindelijk wordt je drinken gewoon lauw. En op een gegeven moment wordt het warm. Echt warm, warm. Dat het echt bijna thee is. Dat. Nummer 7. Neem deo mee. Gaan we weer. Kijk, in de zomer kan ik het je eigenlijk nog beter aanraden dan in de winter, herfst. Want dat vind ik gewoon, ja. Het is wel beter. Al neem je het gewoon alleen maar mee voor het idee. Neem het gewoon mee, alsjeblieft. Neem zonnebrand mee. Smeer je goed in. Ik weet dat ik daar zelf altijd een beetje eigenwijs in ben. Maar neem het dus noods gewoon wel mee als je het nog niet wil insmeren voordat je gaat. Maar neem het wel mee. Dat je desnoods in het park nog even kan bijsmeren. Want het is wel echt belangrijk. Zeker met die heftige zonnestralen nu. Kijk, je smelt gewoon echt weg. Als je dat nu... En je verbrandt echt levend als je dat nu niet doet. Kijk, misschien verbrand je dan alsnog. Maar je hebt in ieder geval je best gedaan. Dus dat. Nummer 9. We zijn er bijna. Neem af en toe een extra pauze als het echt heel warm is. Stel je hebt heel lang in de wacht gestaan. Maar het kapot warm is. Bijvoorbeeld bij de Python sta je vol in de zon. Jongens, de draak hangt er vanaf waar je staat. Vliegen honden hangt er ook af waar je staat. Als je binnen staat, geen probleem meer. Maar als je heel lang buiten staat, ga daarna gewoon even zitten met, weet ik veel, neem wat te drinken. Of ga gewoon even zitten en even mensen kijken. Kan ook. En ga daarna verder. Want dat is wel, ik denk dat je dan wat beter volhoudt. En de laatste 10. Vermijd extreem lange wachtrijen in de volle zon. Weet je, als je weet dat de Python, waar wij spreken 50 minuten wachten is, of de Baron, sta je ook wel veel in de volle zon, of de Vliegen Hollander, of je staat heel lang op het plein van de Vogelrok, weet gewoon, wacht dan gewoon even. Wacht dan gewoon heel even. Misschien wordt het drukker, misschien wordt het niet drukker. Maar wacht heel even tot het misschien net een wolk voorbij komt en dat je dan even gaat wachten. Of kom gewoon later die dag nog terug. Ik bedoel, als je er de hele dag bent. Ja, lekker boeien. Dan kom je toch later op een later moment terug. Kijk, mezelf kende is eigenwijs. Ik ga er alsnog staan. Ik krijg er uiteindelijk wel heel veel spijt van. Omdat ik zelf niet heel goed tegen de warmte kan. Ik zweet wel. Maar ik vind warmte. Kijk, ik vind het ene moment vind ik het heel lekker. Tot 25 graden vind ik het lekker. Daarna niet meer. Nou, eigenlijk tot 22, 23 graden vind ik het lekker. Daarna eigenlijk niet meer. Maar ik kan heel slecht tegen de warmte. Dus ik vind het, ik vermijd het liever. Maar goed, soms moet je, kan je niet anders. Maar goed, deze wil ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat nog wat Efteling tips achter als jij andere tips hebt dan ik. Of waar je in kon vinden. Of waar je juist helemaal niet mee eens bent. En zie ik jullie graag bij de volgende video weer. Doei!